Zo'n zin in Zappelin, met het goede been uit bed. Zo'n zin in Zappelin, heb de zon weer aangezet. Rek me uit en haap nog even, wat gaan we vandaag beleven? Zin in Zappelin. Hoi Fenna. Hey Zoe, hey. Fijn dat je nog even kon komen. Ja, en wat voor bijzonders wilde je laten zien? Nou, kijk dat! Tadaa! Wauw! Vet, hè? Wauw! Dit is een echt ridderkostuum! Wat geweldig, vet. Prachtig! Is toch fantastisch? Ik wist dat jij dit heel tof zou vinden. En je kan je toch niet voorstellen dat ze dit vroeger aan hadden? Nee, dat kan je echt niet voorstellen. Als de ridders vroeger moesten vechten, dan hadden ze dit kostuum aan. Dit blikken kostuum. Ja, zodat ze goed beschermd waren tegen de zwaarden en zo. Hey, ik denk dat dit jou ook wel goed zou staan, eigenlijk. Huh? Ik denk dat dit jou leuk zou staan. Trek het eens aan. Aantrekken? Nee, dank je. Kom op, Zoe, doe eens aan. Nee, maar ik doe altijd al... Ja, dit is hartstikke leuk. Oké, alleen de helm. De helm. Omdat je het zo lief vraagt. Oké, de helm. Oké, nou, daar gaan we. Ja, moet ik helpen? Ja, help maar eventjes. Zo, ja. Het is best wel zwaar. Oeh, zwaar. Dit is echt zwaar. Zo, ja, doe maar. Hou het goed vast. Ja? Ja, en dan moet je uitkijken en dan... Ja? Zo, ja. Ja? En dan moet dit om je kin, denk ik. Zit je nek nou vast? Zit het goed? Oh ja, ja, zit goed, ja. Alleen mijn huid zit er een klein beetje tussen mijn nek. Ja, nu ben ik er weer. Ja, ben je er weer? Oh, goed. Ja, helemaal goed. Nou, en? Dat was vet. Vet, hè? Heel vet. Ja, en wat ze dus ook deden, hun vizier naar beneden. Voor als ze gingen vechten, zodat er niks in hun gezicht kon komen. Maar volgens mij kun je nu best wel lastig zien, of niet? Nou, het is best wel moeilijk. Waar ben je? Hoeveel vingers steek ik op? Nou? 1. Nee! 4. Ik zie het niet. Nee. Ja, goed. Dus, en... Wat is er? Wacht even. Ja, hij klemt een beetje. Oh. Ja. Ja, als je aan de onderkant even goed... Ik hou gewoon de helm ervan af. Nee, ik sta aan de onderkant. Wacht. Kom. Als je nou even... Wacht. Nee, dit werkt niet. Wacht. Ik heb wel iets. Wacht, ik heb... Hij zit helemaal vast. Zoe! Nee, ook niet. Oh, wacht. Ja, ga stilstaan. Oh, hier. Deze kant. Waar ben je? Blijf stil. Ja, oh, nee. Ja. Wacht, sta. Ja, wacht. Ja? Ja, probeer eens. Ja! Yes! Oh, gelukkig! Hoe heb je dat nou gedaan? Nou, gewoon een blikopener. Vandaag ben ik een ridder. Ja, en mijn Zappelin is mijn kasteel. En jij, Zeppie, jij moet uit de hoge toren gered worden. Ja, want dat doen de ridders, hè. Die hebben een zwaard en die hebben een helm. Nou, mijn zwaard, die heb ik al, maar mijn helm ga ik zelf maken. Kijk, dit wordt hem. Mijn ridderhelm. En dit heb je ervoor nodig. Werkbladen, die vind je op de Zappelin-website. Dit is de bovenkant van de helm. Dit is de veer. En dit hier is het vizier. Dus dat is het wat voor je ogen gaat. En je hebt splitpennen nodig. Ik begin met de bovenkant van mijn helm. En de bovenkant, zoals je ziet, bestaat uit allemaal stroken. Kijk. En zie je deze stippellijntjes? Nou, raad eens wat we daarmee gaan doen. Heel goed. Uitknippen natuurlijk. Ik heb 5 van deze stroken nodig. Dat is er vast 1. Ik begin met 2. Ik leg ze over elkaar heen en dan vouw ik hem een beetje open. Zo, zodat er een kleine letter V ontstaat. Zie je dat? En die niet ik dan aan elkaar vast. Zo. En je hoeft alleen aan de onderkant te nieten. En dit doe ik met de andere strook ook. Vouw iets over elkaar heen en dan maak je hem vast. Nu heb ik een hele grote waaier gemaakt, maar dit moet nog een helm worden. Dus de andere kanten, die ga ik ook aan elkaar vastnieten. Zo, en dit doe ik bij de andere stroken ook. Zo. Nou, dit is dus de bovenkant van mijn helm. Dit hier. En nu ga ik het vizier maken. Dat is wat voor je ogen komt. Nou hoef je dat niet zelf te tekenen, want die is al klaar. Die hoef ik nu alleen nog uit te knippen. Ik knip nu alleen de buitenste lijntjes. Want voor de binnenkant zometeen heb ik een trucje. Zo, voordat ik met de binnenkant aan de gang ga, maak ik eerst 2 gaatjes, elk aan de buitenkant. Met een gaatjespikker lukt dat perfect. En om dit eruit te krijgen, heb ik een trucje. Een prikpen. Ik prik nu allemaal gaatjes op een rijtje op de lijntjes. En zoals je ziet, gaat het karton dus al een beetje los zitten. Nu heb ik heel veel gaatjes gemaakt met mijn prikpen. En nu ga ik met mijn prikpen er langs en dan rits ik hem zo open. Hier nog. Kijk eens. Zo. En zo maak ik de gaatjes in het vizier. En dat doe ik bij ze allemaal. Eens kijken. Ja hoor. Mijn vizier is klaar. En die ga ik vastmaken aan mijn helm. Om hem vast te maken en te kunnen laten bewegen, heb je een splitpen nodig. Ik leg de gaatjes over elkaar heen, de splitpen er doorheen en aan de binnenkant vouw ik de 2 pootjes open. Zo, het vizier van mijn helm is klaar, maar hij is nog wel een beetje kaal, dus ik ga er een veer op maken. En die veer heb ik hier liggen en die knip ik uit. En als hij uitgeknipt is, dan maak ik er nog wat extra knipjes in, zodat het een echte veer lijkt. Het laatste knipje nog. En kijk eens wat mooi. Die ga ik vastmaken aan mijn helm. Ik steek hem ertussen zo. Nog een nietje erbij. Zo. Cool is hij geworden, hè? Ja, een echte ridder. Die zou hier wel jaloers op zijn, hoor. Allemaal spullen van een echte ridder. Oeh. Oh, dit wil ik al pas, hoor. Oeh. Dit is wel heel zwaar. Kijk uit. Oh. Veel te zwaar. Oh, ik wil het eigenlijk heel graag gewoon passen. Ja. Wil jij het harnas passen? Ja, zou dat kunnen? Nou, dan moet je wel heel sterk zijn. Ja, ik voelde het al. Het is enorm zwaar. Maar wie ben jij eigenlijk? Hoe heet jij? Oh, ik ben Richard. Richard de Ridder. Ach, ja. Richard de Ridder, vandaar al die ridderspullen. Je had die dus ontdekt. Maar, Richard, Eve, ja, wat is een ridder nou eigenlijk? Ridders zijn eigenlijk soldaten van lang, lang geleden. En die hoorden bij de kastelen. En die kastelen die moesten goed beschermd worden. Ja. En die moesten ook de kasteelheer of de koning beschermen. En daar stonden dan die ridders met zwaarden, pijlen, bogen en schilden. Klaar om aan te vallen of te verdedigen. Ik snap het. Dus nu hebben we soldaten, maar vroeger hadden ze ridders. Precies. Aha. Nou, ik zou best wel even een dagje een ridder willen zijn, hoor. Oh, echt? Ja. Mag ik het eens passen? Dus jij wil dit harnas aantrekken? Jij heel graag. Oké, nou, dan gaan we dat eens proberen. Ik wil niet dat jouw mooie kleren helemaal vies worden, dus je krijgt eerst een tuniek aan. Ah, een tuniek? Ja, oh. Een soort schort, hè? Tadam! Oh. En aan de kleuren kun je nu zien bij wie je hoort. Jij hoort bij de zwart-rode en ik hoort bij de zwart-gele. Oh, ja. Dus wij zijn geen familie? Nee. Ah. Ja, precies. Ik hoor bij de zwart-rode. En dan gaan we dit zware schild gaan we nu helemaal over je heen. Ben je er klaar voor? Ja. Oh. Gaat dat? Ja, dat zal... Oh, ja. Voel je al hoe zwaar het is? Oh, nou, Richard, dit is wel heel zwaar, hoor, dit. Gewoon blijven staan. Maar hoe kun je hierin lopen? Ja, eigenlijk niet. Je moet je voorstellen dat je ook nog de handschoenen aan hebt. Ook de armstukken, de beenstukken, laarzen aan, een zwaard in je hand. Ja, dan moet je niet omvallen. Nee, maar Maar Richard de Ridder zitten toch altijd op een paard? Hoe kom je er dan op in zulke zware kleding? Nou, weet je wat ze wel eens deden? Dan kreeg je een touw zo onder je arm. Dan gingen ze je zo omhoog takelen, zetten ze een paard eronder. En dan lieten ze jou weer zakken en kon je zo verder rijden. Ja. En vooral stil blijven zitten. Wat een gedoe, hé. En waarom is dit eigenlijk van ijzer gemaakt? Nou, stel voor, jij hebt ruzie met de tegenpartij, ja. Met de slechterikken. En ze gaan zwaard vechten. Ja. Ben je goed beschermd? Ah, ja. Dat is zodat het zwaardje niet kan steken. Ik voel me er al iets beter in en het gaat wel lekker. Okay. Ik denk dat ik wel zou kunnen zwaardvechten. Oh, zou je echt kunnen leren, denk je? Oh, dat wil ik wel proberen met jou. Ja? Ja? Nou, fantastisch. Maar dat doen we wel omdat we vrienden zijn, hè? Niet omdat we ruzie hebben. Nee, ja? Nee, inderdaad. Okay. Dat is zwaar ook. Nou, dan heb ik hier twee zwaarden. Ja. Een hele zware en een hele lichte. Welke kies jij? Nou, misschien eerst even de lichte om te oefenen. Heel goed. Deze, hè? Ja. Oh. Goed. Omdat we vrienden zijn, gaan we eerst zo meteen een buiging maken. Oké. En daarna gaan we 3 keer met het zwaard tegen elkaar tikken. Oké. 1, 2, 3. En begon. Wauw. Ja. Heb je dit ooit eerder gedaan? Nee, maar je legt het zo goed uit. Misschien moet jij maar bij ons op het kasteel komen. Nou, dat lijkt me fantastisch. Dat jij daar het kasteel gaat bewaken. Ik wil wel een keertje langskomen. Oh, dat is helemaal een goed idee. Ja. Er was eens een ridder op een eierkok. Die trok door het land met zijn paard. Aan elk kasteel bracht hij een bezoek, compleet met helm en zwaard. En zie jij al een beetje op wie deze ridder lijkt? Hm? Ja, het is Zeppie. Leuk hè, deze tractatie. En als je iets gaat tracteren, heb je er vaak heel veel van nodig. Dus ik ga gewoon nog eentje maken. En dit is wat je ervoor nodig hebt. Een eierkoek, chocoladepasta, chocoladesnoepjes en een partyprikker. En natuurlijk een Zeppie. En dit werkblad vind je op de Zappelin website. Ik ga hem lekker inkleuren, maar je kan ze daar ook vinden al ingekleurd. En dan hoeft het niet. Eens kijken, Zeppie. Ik ga beginnen met je schild. Een mooi blauw kleurtje daarvoor. Zo, de bovenkant van het schild. Dat is nu blauw. Maar aan de andere kant is er ook nog een Zeppie. En die moet ook gekleurd. Dus hier maak ik het schild ook blauw. Zo. Nou, dan ga ik nu het paard inkleuren. En ik heb hier een hele bijzondere stift. Namelijk een goudstift. Dus zijn manen, die worden mooi goud. Het laatste stukje van het zwaard. Nou, mijn Zeppie op zijn paard is helemaal ingekleurd. Ik ga hem nu uitknippen. En om jou een trucje uit te leggen, kijk. Hij is dubbel. Dus als ik mijn blaadje nou dubbel vouw, dan hoef ik maar 1 keer te knippen. Handig, hè? Zo. Zo. En deze 2 helften plak ik nu op elkaar. Met gewoon een beetje lijm. Dus ik vouw hem weer open. En dan doe ik er wat lijm tussen. Zo, die zit goed aan elkaar vastgeplakt. Dan kan ik nu aan de eierkoek beginnen. Het lekkerste gedeelte. De eierkoek snij ik eerst doormidden. Zo. Op de onderkant smeer ik wat witte chocoladepasta. Dat is niet alleen super lekker, maar het is ook gelijk een beetje een soort van lijm. Maar je kan het dan gewoon lekker opeten. Zo. En deze 2 helften plak ik op elkaar. Zo, de Zeppie ertussen. Deze er bovenop. Dat ziet er al superleuk uit, hè? Maar ik ga hem nog versieren met chocoladesnoepjes. Een beetje pasta. Een snoepje. Zo. En die plak ik helemaal vol. Zo. Zo. Nou, dan is het nu tijd voor het staartje van het paard. Kijk, ik heb een leuke partyprikker ervoor. En die is echt perfect. Even kijken. Zo. En mijn ridder Zeppie op zijn eierkoekpaard is helemaal klaar om opgegeten te worden. En ga jij er nou ook zo eentje maken? Maak er dan een foto van en stuur hem naar me op. Want ik ben echt super benieuwd om te zien hoe die van jou eruit ziet. Haha! Hier is ridder Fenna en met mijn scherpe zwaard bestrijd ik het kwaad. Oh, wacht. Oh, oh. Ja, hier is mijn scherp zwaard. En, wat vind je ervan? Van mijn ridderkostuum? Hm? Mooi, hè? Ik vind het wel een beetje onhandig met die cape zo, maar nou, ik heb al flink wat leren zwaardvechten. Ik ben er ook aardig goed in geworden. Want ja, hoe moet... Ho! Geen paniek! Ridder Fenna is hier en dit is een typisch gevalletje van een stroomstoring. Er is vast niemand in mijn Zappelin. Het is gewoon... Ik ga op zoek naar de stoppenkast. Waar zitten we? Au! Oh, wacht. Zeppie, ben jij dat? Oh, waar zijn die stoppen nou? Oh, waar? Volgens mij ben ik er bijna. Oh, wacht! Wie is hier? Wie staat hier? Wie is er hier in mijn Zappelin? Ah, wie valt mij aan? Wie zit er in mijn Zappelin? Oh, het was maar mijn... Heb ik dit allemaal gedaan? Oh, volgens mij heb ik niet zo'n handige ridder. Zeppie! Oh, Zeppie, gaat het een beetje? Oh nee, mijn soesjestoren. Die was bedoeld voor de visite die langskwam. Nou ja, dan zit er niets anders op, hè? Dan moet ik het zelf maar opeten. Ik was toch al niet zo'n handige ridder, hè? Zie je een Zeppelin zweven? Zwaai dan even!